Transportbedrijf Blom & Zonen Zwammerdam BV uit Alphen aan de Rijn heeft een bijzondere chauffeur in dienst. Een held. Al ziet hij zichzelf niet zo. Dit is Tommy Heineman. Op 12 februari van dit jaar verricht hij een heldendaad op de A28 bij Leusden. Aan links van mij zie ik een auto aankomen met een mevrouw erin die tegen het stuur aan lag. En die schoot voor mij voor een auto die voor mij reed. En waardoor die moest remmen en ik een baan moest opschuiven. En zij terug de snelweg weer opkomt. En zij tussen mij en de vangrail eigenlijk in blijft rijden. En toen ik weer keek, zag ik dat zij gewoon niet in orde was. En dat zij nog wel met een kilometer of 60 aan doorrijden was. Dus toen heb ik met de vrachtauto de vangrail ingereden haar. Zeg maar. Het ging zo snel allemaal. Pas later ben ik gaan beseffen wat er gebeurd was. De vrouw is direct naar het ziekenhuis gebracht. Met deze instinctieve handeling heeft Tommy een ernstig verkeersongeval voorkomen. En daarom krijgt hij de TVM Award Ridder 2020. Ambassadrice Helene Hendricks reikt hem uit. Kijk Tommy, hier is hij dan. Ja. Jij wist dat je hem zou krijgen. Ik zet hem hier op. En dat heeft natuurlijk te maken met die 1,5 meter. Maar dit is jouw award. Ja, dat mag bij voorkant worden, ja. Transportveiligheid of veiligheid op weg is sowieso belangrijk, dat weten we allemaal. Maar zo'n prijs maakt het juist heel erg tastbaar en er zit een mooi verhaal aan vast. Het is echt een held, ook al is hij zelf best wel bescheiden. Maar hij verdient hem echt met alle recht. De TVM Award Ridder is een juryprijs van en voor chauffeurs. Voor Tommy is het een bekroning op zijn werk, want dat is niet zonder risico's. Ze beseffen soms niet wat je in een vrachtauto allemaal meemaakt onderweg. En mensen die snappen soms niet hoe lang je remweg is of dat je soms zwaar geladen bent. En dat je niet zomaar kan remmen of zomaar snel aan de kant kan gaan. En ja, dat vind ik wel dat dat wel wat meer uitgedragen moet worden. Dat mensen dat wel weten. Het voorval van februari zal Tommy altijd bijblijven. En zijn familie ook. Ik belde mijn vrouw op. Ik zeg, dit is er gebeurd. En die schrok natuurlijk. En iedereen eigenlijk wel. Ja, ik was blij dat ik s'avonds thuis was. Ook wel fijn om die kleine ook even te zien en mevrouw. Ja. Veilig thuiskomen. Voor haar doet Tommy het.